Ik wil een vaarbewijs halen, maar ik kan niet varen. Nou, dat is geen enkel probleem. Kijk, tijdens de cursus vaarbewijs, dan leggen we precies alles uit hoe het in elkaar steekt. De links- en de rechtse schroef, de touwtjes, de trossen en de springen, de voorrangsregels, maar uiteraard ook het afmeren. Want stel nou, hier vaart u met de boot, hè, daar bent u in. En hier ligt een boot, en daar ligt een boot, en u wil daar afmeren. Prachtig mooi plekje. Maar dan zou je net zien, en dan staat er een behoorlijke wind. Nou, ik zal even een goede pennetje pakken. Daar staat er een behoorlijke wind. Of er staat stroom. Nou, dat kan wel hoor. Wat doe je dan? Dan vaar je namelijk langzaam naar de kant toe. Je roert een beetje aan stuurboord. Lijntje klaar, er zit een lijntje uit. Roer een stuur, een beetje gas vooruit. En dan wordt het lijntje, dat wordt in één keer een voorspring. Roer een stuurboord, een beetje gas. Dat kan, dat kan. En stel nou, je legt hierheen en nou wil ik wegvaren. En dat zou je net zien, wagenwal. Flinke wind. En dan poetsen deze even weg. Deze poetsen we even weg. En dan vragen ze, hoe vaar je nou weg? Nou, je schip. In ons voorbeeldje is ons schip uitgerust van een boegschroef. En dat is de bedoeling om vierkant van de kant af te varen. Dat kan. Dat kan. Je hebt namelijk je roer aan bakboord. Boegschroef op stuurboord. En dan vaar je vierkant van de kant af. Nou, dat leren u allemaal tijdens de cursus. Klopt het dat ik mijn vaarwijs kan halen zonder praktijkervaring? Ja, vanuit de schoolbanken. Ja, dan kunt u uw vaarwijs halen hoor. Maar niet onderschat hoor. Maar het vaarwijsexamen is vandaag de dag flink moeilijker geworden. Nee, niet een klein beetje moeilijker. Flink moeilijker mee. Dat komt, hier hebben we nog geen praktijktoets. Kijk, dat gaat wel gebeuren. Maar de groep is gewoon veel te groot. Er doen jaarlijks 20.000 à 25.000 mensen per jaar examen. Dat gaat om aantallen. Kijk, in de landen om ons heen. België, Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk. Dan moet je allemaal praktijktoets doen. Dat komt hier ook wel. Maar eerst deze groep moet zijn examen hebben gehaald. Dan verwacht ik 7 meter, 13 kilometer per uur. Dan moet die groep zijn vaarwijs hebben. En dan komt ook wel de praktijktoets. Nu nog niet. Maar nu is het zo. Als je nu geslaagd bent voor het vaarwijs, dan heb je donders goed in de gaten hoe het in elkaar steekt. Kijk, gokken. Gokken op de vragen, dat is er ook niet meer bij hoor. Dat was vroeger. Vroeger was je maar zeggen 3 antwoorden. Maar tegenwoordig zijn die vragen allemaal 4 antwoorden. En ja, het lijkt allemaal heel erg op elkaar. Kijk, en dan kun je wel zeggen, nou, we gaan gokken. Het is CD. Nog een keertje. Het moet antwoord D wezen. Kan niet missen. Ja? Nou, dan zal je eens zien. Het is helemaal geen D, het is B. Kijk, dus dat gokelement, dat is helemaal weggehaald. Je moet tegenwoordig, moet je donders goed in de gaten hebben hoe het in elkaar steekt. Wat is een goed vaarbewijsboek? En welke versie moet ik hebben? Nou, er zijn 3 vaarbewijsboeken en allemaal zijn ze goed. Je hebt het vaarbewijsboek van de ANWB. Nou, van de ANWB, die komt elk jaar met een nieuw boek uit. En het nadeel van het ANWB-boek, dat vind ik, je komt er niet doorheen. Je bent aan het lezen en aan het lezen en aan het lezen. Het is wel een goeie hoor, wel een goeie hoor. Je hebt het leidraad van het vaarbewijs van meneer Richard Voren. Nou, meneer Richard Voren, die is al een paar jaar geleden overleden. Maar hij komt toch elk jaar met een nieuw boek uit. Weet je ook niet hoe hoor. Maar dat vind ik een prettig boek. En dat is ook een prettig boek voor aan boord, dus nadat je geslaagd bent. En je hebt de studiewijzer van VBO. Van meneer Ros. Ook een goed boek. Ook een goed boek. Nee, dus de boeken zijn allemaal goed. Geen enkel probleem. Wat je beter kan doen, voor een paar tientjes meer, dan kun je beter zeggen, ik pak de online cursus. Kijk, de online cursus bestaat ook uit platte teksten, net wat in het boek staat. Ja? Maar dan heb je animaties bij. En dat is veel duidelijker. En wat ook een groot voordeel is, je kan de leraar bellen. Je kan me bellen. Als je vragen hebt, kun je me bellen. Kijk, deze mensen, die... Ja, die kun je wel proberen te bellen, maar die krijgen niet te pakken hoor. Online cursus gaat prima, de dagcursus gaat ook prima. De dagcursus, dat is van 9 uur 's morgens tot 3:30, 4:30. Intensieve dag, krijg je een boel informatie. Na de dagcursus, daar krijg je nog wat materialen mee. Je krijgt een mini online cursus mee. Je krijgt nog een filmpje mee, je krijgt examentrainingen mee. Dan ga je oefenen tot het examen. Gaat perfect. Of de videocursus, die gaat ook perfect. Alleen het nadeel van de videocursus is, als je de les eenmaal geopend hebt, dan kun je hem niet meer heropenen. Dan is het afgelopen. Wat nieuw is tegenwoordig, dat is onze seminair of webinair. Dat is een cursus die volgen we live op tv.
Ik vertel u hoe het in elkaar steekt. Dat is een wekelijkse cursus van 6 avonden. En ik zal maar zeggen, 6 keer de woensdagavond of de dinsdagavond. Wordt live gegeven. Ja? Dus u kunt me ook tijdens de cursus, tijdens de uitzending, kunt u me bellen. Dan krijgt u niet mij aan de lijn, maar dan krijgt u onze moderator aan de lijn. Dat is Hans. Hoi Hans. Hoi. Die neemt uw telefoon aan of een mail. Die krijg ik en die gaan we live, gaan we die behandelen. Bij die wekelijkse cursus van 6 avonden hoort ook een online cursus bij. Met die online cursus kunt u zich alvast inlezen. Ja, ik ga u wel vertellen, nou die avond gaan we les 2 en 3 doornemen. En dan kunt u zeggen, nou die ga ik op mijn gemak doornemen. En dan gaan we s'avonds, gaan we live de les behandelen. U kunt me vragen stellen. Zegt u, ik vind het lastig. Nee, om live de vraag te stellen, dat is geen probleem. Na de avond, nee, na de les, dan blijf ik nog een half uur op kantoor. Kunt u me bellen, nee, dan kunnen we het privé eventjes doornemen. Zegt u, ik ga eraan meedoen, niet te lang wachten, niet te lang, vol is vol, vol is vol. Als u zich aanmeldt, dan krijgt u gelijk de online cursus, die maken ze gelijk aan en die loopt tot en met het einde van de wekelijkse cursus. Op de site, daar vindt u een voorbeeld van de les die nu aan de gang is. U bent van harte welkom. Ik heb er zin in.